Excuse me. Hi. Do you mind if I just have a chat with you? You're here on holiday? Yeah, that's correct. Okay, where are you from? I'm from Belgium. Oh, right. Would you mind if we sat down and had a chat and you can tell our visitors a little bit about what your thoughts are on Benidorm? Okay, yeah. Can we do it in Dutch? Yeah, sure. Okay then. Okay. Thank you. Hallo, wij zijn van België en wij zijn hier voor de eerste keer in Benidorm. En ja, over Benidorm staan in België nogal veel misvattingen. Het is enkel maar voor oudere mensen bedoeld. Het is enkel maar een strand en hoge gebouwen. Dus niet enkel oudere mensen kunnen hier een leuke vakantie hebben. Zeker ook jonge mensen kunnen hier een heel plezante tijd beleven. We hebben het sportieve aspect. We kunnen hier duiken, we kunnen hier golfen, snorkelen. En dan mogen we zeker het gastronomische aspect ook niet vergeten. Want zoveel tapasbars die we hier terug kunnen vinden. Ja, dat is, eigenlijk heb je hier een beetje van alles. Hè. Je hebt hier inderdaad nachtleven. Je kunt hier inderdaad heel veel sporten. Je kunt mountainbiken, golfen. Heel veel attractieparken hier, Terra Natura, Terra Mythica, Aqualandia. Dus eigenlijk heel veel mogelijkheden, zowel voor jong als oud. En niet te vergeten, er is hier natuurlijk ook enorm veel zon. En dat is nog altijd het belangrijkste.